Ik heb iets gevonden en ik ben heel erg benieuwd of Sarah überhaupt weet wat het is. Ik ga het er eens laten zien. Ik ga ze uittesten. Goedemorgen, het is maandagochtend en we hebben een beetje haast. Nog 2 weken. En dan hebben we vakantie. Yeah. Ja, we kunnen echt lekker alles doen wat we willen. Nou, niet alles doen wat we willen, maar wel elke dag uitslapen. Ja, en daar heb ik zo'n behoefte aan. Nu snel naar school. Ja, dat is niks nieuws. Ze blijven hier komen. Daarna ga ik even boodschappen doen en ik heb vanmiddag een gezellige lunch. Maar bij mij, dus dan moet ik alles verhalen. En ja, dat was het eigenlijk. Thuis, boodschappen weggezet en ik ga even beginnen met de post uit de kamer, want dat is een klein pikdief. Dus daar heb ik boven even een kamertje voor ingericht, dus dan kan ze even daar een paar uurtjes zitten en dan ga ik even de tafel helemaal dekken. Het grootste gedeelte van de tafel is gedekt. De vaatwasser draait nog, dus daar komt zo nog een bordje uit. Ik heb hier allemaal lekkere dingen. Fruit, alles staan. Ik heb daar ook een fruitschaal staan en theewater. En daar komen 2 kleintjes mee, dus daar heb ik ook een leuk tafeltje voor gemaakt. En dan zo nog aanvullen met beleg en zo, maar dat wil ik niet nu doen. Dat vind ik lekkerder om echt op het laatste moment uit de koelkast te halen. Hele uitstralen iets van. Dat gaat nu uit. Ja, ik zou het gewoon mislopen. Hele gezellige lunch gehad en daarna de kinderen met z'n allen uit school opgehaald. Mama, nu zijn we thuis. Heb je het gekregen? Ja, dat was voor mama, maar dat is niet opgegaan. Zei je? En nu even rust. Wat zei je, mama? Ik ben kapot ervan, joh. Het was echt wel heel leuk. Echt heel leuk, echt de moeite waard. Nu zijn we er tas. Oh, je hebt echt alles meegekregen. Kijk maar uit, schat, dan trek je de fles open. Dat is niet zo handig. Ik heb iets gevonden en ik ben heel erg benieuwd of Sarah überhaupt weet wat het is. Ik ga het er eens laten zien. Ik ga ze uittesten. Het is voor mij, ja, ik ken het nog uit mijn tijd. Maar ik denk dat mensen die veel jonger zijn, het niet kennen. Kijk eens, Sarah. Weet je wat dit is? Ja, een oude klok. Een oude klok? Nee, het is om te bellen. Oh, een oude klok om te bellen. Kijk, we hebben deze. Weet je hoe dat werkt? Ja, deze met een stopcontact. Nou ja, dat is voor de telefoonaansluiting. Moet je de hoorn eraf? Die doe je dan aan je oor en dan moet je een nummer bellen. Hoe denk je dat je dat moet doen? Zo. Ja, en stel je moet het nummer 123 bellen. Laat hem eens los. Hoe bel je dan 123? Nee, gek hè? Jawel, kijk maar. Dan bel je wel 1, 2. Zal ik het je laten zien? Ja. Oké, kijk. Dan doe je vinger in de 1. En dan laat je hem terug. En dan doe je vinger in de 2. En laat je hem terug. En dan in de 3. En dan moest je heel lang wachten. En als je nou het nummer 915 moet bellen. 9? Ja. 9? Ja. 9. Loslaten, loslaten. Ja. 1. Je moet hem heel goed terug laten draaien, anders doet hij het niet. En dan 5. Ja. Leuk hè? Wat grappig. Nou, ik had al gekeken, maar wij bellen op internet. En deze sticker kunnen we gewoon nergens meer in thuis. Dus ik wou het je eigenlijk echt laten proberen, maar we hebben dat gewoon niet eens meer. Dat kan wel. Nee, hier kan deze. Dit is geen gewone stekker, schat. Dit is een ouderwetse telefoonstekker. En wij bellen via de kabel, zeg maar, via het internet. Gek, hè? Nu koken. Ik ga een lekkere pasta, penne, kip, broccoli met pesto maken. Mama. Ja, schat. Maken om te zien of ik echt onzichtbaar ben. Of je onzichtbaar bent? Oh, Sarah die tovert zichzelf elke keer onzichtbaar. Nou,
Ga jij maar even daar voor de kast staan. Ja. Ja. Blijf staan. Ga ik even doen. Geloof je me niet? Nee. Oh, kom eens een heel klein stukje deze kant op. Ik weet niet waar je bent. Kom nog eens dichterbij. Kom eens even dichterbij. Ja. Geef me eens een knuffeltje. Dan weet ik dat je wel echt hier bent. Ben je nu echt hier? Ja. Ja. Oké, ga maar naar achter. Ja. Oh, kom maar kijken. Ik ben echt al dichter. Ja. Dus kan je de foto wel zien? Ja. Maar ik weet niet waar je bent. Ja. Oh, wat voel ik nou? Daar ben ik. Oh, ja, je bent echt onzichtbaar. Ik zie je maar niet. Zo. Ja, zeg het maar in de camera. Hier ben ik. Ja? Ik hoor je wel, ja? Ja, waar ben je dan? Hallo. Waar ben je dan? Ik ben op de camera. Nee, ik zie je helemaal niet. Waar ben je dan? Waar ben je? Hier, ik. Ik weet niet waar je bent hoor. Ik ben voor je. Oh, nou ik ga even verder met koken. En de pasta. Pasta pesto, ja. En de pasta. Ja, ik moest even over nadenken. Pasta. Heel de tijd zitten editen. Echt normaal ben ik gewoon, sinds ik bij was, gewoon bij. Maar echt momenteel ben dingen aan het regelen voor zeg maar het einde jaar van school, waar ik verder even niet over uitweid, want ik weet niet wie dit wel en niet ziet. Allemaal eindejaarsgesprekken, allemaal dingen. Daar vertel ik eigenlijk niet heel veel over. Is ook niet echt heel boeiend voor jullie, maar ik kom gewoon zo verschrikkelijk veel tijd tekort. En het editen, ik liep net vast ermee en pff, moest even kwijt. Ik ga zo nog even een stukje verder. En deze vind ik zo leuk. Deze heb ik vanmiddag gekregen omdat ik de lunch had gedaan. Zo verschrikkelijk lekker. En het is totaal niet nodig, maar ik vond het zo lief. Juist daarom. Dus daar ga ik even van genieten. Ik kan mijn huid wel niet verzieken. Oh, ik stel echt heel lekker scherp, zie ik. Ik weet niet of het ziet, een beetje donker, maar echt mijn huid is zo slecht. En hij ging zo goed pas. En ja, helaas. Ik ga chocolaatje eten. Ik had de waterkoker al aangezet. Dus ook nog even thee. Oh, ik drink echt zoveel thee. Het is echt wel lachelijk gewoon. Maar ik vind het zo lekker met thee. Dus. Ik moet zeggen. Mijn kussen trouwens wat ik heb gekocht. Ik vind hem als ik wakker word wel echt heel lekker. In het begin als ik op ga liggen, dat vind ik echt wennen. Dat vond ik de eerste keer en dat vond ik daarna nog steeds. Maar als ik erop wakker word 's ochtends, denk ik wel, ja, ik vind het echt wel een fijn dingetje, zeg maar. Dus wat dat betreft echt een aanrader. Ja. Nou, even een relax momentje en dan gaat ik snel weer verder. Toch nog allemaal redelijk gelukt. Ik ga nu lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!